Fractieleider van de VAP, meneer Ashish Gayadin, geeft aan waarom er geen quorum werd verleend in de Nationale Assemblee tijdens de behandeling van het grondrechtenvraagstuk. Meneer Gayadin geeft hierbij ook aan dat hij niet aanwezig was vanwege het feit dat hij uitlandig was. Ik weet niet of het de afgelopen 2 weken. Ik was niet in het land, ik was toevallig uitlandig, maar ik begreep dat er op een van de vergaderingen er geen quorum was, omdat er, laten we zeggen, wat onderling overleg gepleegd moest worden en er was geen duidelijkheid. Je weet, ik ben voorzitter van de commissie en er was afgesproken dat we zouden starten met de vergaderingen. Toen was ik er niet. Vervolgens zou er gewacht worden op de voorzitter. Achteraf is er, laten we zeggen, een soort commitment toch gemaakt onderling van laten we beginnen met de overige leden van de commissie, zodat ik als commissievoorzitter zou afsluiten. Dat is gebeurd. Dus er is geen sprake van geen quorum verlenen. Sprake van waarbij er commitment met elkaar gemaakt waren en die afspraken zijn, ik zou niet zeggen niet nageliefd, maar er was onduidelijkheid. Maar dat is weggewerkt, vandaar dat we ook dan ook gewerkt hebben. En zeker de eerste ronde van de commissie van rapporteurs hebben we kunnen afronden. En er is duidelijk aangedragen een aantal punten waar we duidelijkheid vanuit de regering wensen om verder te kunnen gaan. Er leefde ook nog een argument dat de reden waarom de VAP eigenlijk geen quorum verleende was doordat de wet grondconversie niet behandeld werd in tegenstelling van het grondrechtenvraagstuk. Klopt die informatie? Nee, absoluut niet. Ik denk niet dat die twee met elkaar in verband gebracht moeten worden. Grondconversie is een wet die een uitvloeisel is van het herstelprogramma, waarbij in het herstelprogramma opgenomen was aantal inkomsten verhogende maatregelen, waarbij inkomsten voor de staat voor de uitvoering van het herstelprogramma en verder ontwikkeling. In dat kader was het opgebracht. Op een punt beland waarbij er toch wel onduidelijkheden waren, zeker binnen de coalitie. Dat is goed besproken, dus ik denk niet dat er is geen link tussen die twee. Ik weet wel dat mensen dat soort links leggen, maar dat is niet in vraag nu.